En welkom terug bij een nieuwe video. Het is misschien heel awkward, want misschien maak ik de knip ergens anders. Want ik wil wel een beetje gelijk video's hebben. Dus dan is het een beetje ver dat ik net zei, doe het wel misschien. Ja, jullie zien het wel. Ik ga gewoon deze episode 3 afspelen, want nu ik heb gewoon zin in. Dang it. Nog steeds vloekt ze niet. Vraag me af, als je met Lisa vloeg, of ze dan damn it zou zeggen. Waarschijnlijk wel. Is wel, zulke kleine dingetjes zijn gewoon echt leuk. Wij hebben ook wij zijn ook een beetje fucked. Zijn wij helemaal niet getreat door Carlos of zo? Maar waar is Kenny nu dan? Want ze hebben toch geen supplies om hem te behandelen? Of heeft Bonnie dat gefixt? Clementine kijkt ook zo van. She said she can get us out of the pen if we get the PA system going. Second she hears it, she'll run over and spring us. That's great. Spring us, let's go. Great. What are you talking about? Look, I know part of this is my fault. I know. I was wat gaan we hungry. Doen? Reckless trying to steal some food and I got caught. Ja, maar why is it great? Arme Nick, nou, die zegt ook geen flikker. Okay. Luke, wat moeten we dan doen? Bedankt Nick voor je steun. Did you see what that son of a bitch just did? The plan works. Nothing needs to change. It's all set up. The hard part is done. This guy's fucking crazy. Huh? Who knows what he'll do next? The hard part's done. Alleen Sarita in no shape to do anything and I'm a goddamn mess. Look, we should rest up. Okay. We should bide our time. We should wait for an opening. Ik wil gewoon Lucy gaan. And that doesn't mean she can't do it some other night. Hij heeft toch gelijk. Looks making sense. Maybe we should wait. Maybe we should. Wait. Oh, no, fuck. Dan niet. Ain't nothing out there, guys. Trust me, I looked. There's no food. There's no supplies. They picked everything clean. I'm just saying we gotta be sensible about this. This is being sensible. Maar waar is Kenny? Waar is mijn bro? They're working on it. And don't look good. It don't look good. Is mijn broeder. Kenny toch. Hallo? Carlos, please. Hij ligt daar gewoon een beetje. This is what I'm talking about. We're in no shape to go now. Can I see him? Can I see him? I don't think that's a good idea. Okay, ma. His orbital is crushed. Orbital? I don't think there's much hope for the eye. I Rip. Went as stable as I could, cleaned it, got some of the swelling down, bandaged it as best I could. Waarschijnlijk is Until oog. He wakes up, fucked. We won't know if there's any damage to the brain. Fucking Carver, man. Klootzak dat het is. Fuck. Fuck okay, him. Look. Maybe I'm just playing devil's advocate here, but if... Devil's if advocate? If y'all are serious about going tonight, then we're gonna have to start talking about maybe leaving some folks behind. Hey, what's no! up? There is hey. No other way. This is bullshit. Well, I don't like it either, but guess what? It's where we're at. Nay, Nick. Kenny and I are only here because of you people, and now you intend to leave us behind. So we should risk all of our lives? Nay. What are you saying? Nothing. I'm just thinking out loud here. We are not leaving him. Nee. We're not leaving Kenny. Hij is mijn broeder. Kenny, that's fuck jullie. We stay together. Life ain't fair. Bam. We're just trying to make the best of a bad situation here. No one wants to leave Kenny. Oh my god, you killed Kenny. Nee. Cuz. Like what the fuck? You won't have to. Ineens komt Kenny hier al out of nowhere. Mijn broeder. I'm all Hoe? Right. Hoe de fuck is hij zo snel hersteld? Hij heeft een soort van. Plan don't change. Hij heeft Gordon healing powers. Not bad, old man. Thanks, asshole. You are one tough bastard. The tough bastards get their ass kicked in front of everybody. Kenny, mijn broeder. Mijn bro. Clement, hij loopt ook zo awkward zo van. What the fuck, ouwe. That wasn't your fault, okay? So don't go blaming yourself. Doe ik ook niet, bro. It's alright. Hé, ik heb een bericht. Oeh, mijn verslag. Alright. Well then what now? We get the hell out of here. Like ik denk dat ik er nog voldoende heb, to be honest, maar ik kan het altijd nog herkansen. Ik bedoel. In case things get squirrely and we gotta make a break for it. We need a place to meet up. Yeah. We meet out at Parker's Run. The hell is Parker that? Run. It's a Civil War site a few miles north. Tourist trap. Got signs all over. Just follow the road. Nice, we easy. After we escaped the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if Wacht, 70? At, it'll be easier to find if we're split up. Maar waarvoor heb ik een 7? Right, that works. Then we just need someone oh, for prestatie, right? I mean, you never bothered to explain who's supposed to do that.
Ik denk dat ik een onvoldoende heb, maar not sure. Ik kan het alleen kijken op mijn computer, maar ik heb altijd nog de herkansing, maar ik moet het wel even snel doen. Wait, hold on. She's the plan? Why is it always me? Dat vraag ik me wel af. Niemand reageert ook. Fuck jou, Clementine. Flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. Okay, sure. Right on the microphone box. Right. I got it. By default, it's set to play music, so you should just have to turn it on, right? Ineens een Rickroll. Dat wil ik doen, ja. Sure. Repeat down what you said. Office. Outdoor speaker switch. Turn on PA. Up to nice. The roof. Down into the stock room to meet you guys. That right? Perfect. Perfect. Let's go. Later houden. Kom op, Mike. Oh, Jane is er ook nog. Of course. Waar is Nick dan? Okay, sure. Anders zou ik het niet doen. Make sure you bring Alvin. Ja. Mijn bro Alvin wil ik niet vergeten. Nee. Wil ik zeker niet vergeten. Maar ja. We zijn weer terug, mensen. Gelijk 2 episodes. Oh my god, ik moet zo rijden. Dan gaat mijn PlayStation helemaal dood. Want het is heet, mensen. En morgen en overmorgen wordt het nog heter. Morgen heb ik een toets in de middag. En ik heb er niet voor geleerd. Dan moet ik herkansing pakken. Verder is CubeCraft. Gaat lekker, mensen. Cubelets, UberCubelets. Je weet hoe het zit. Verder moet ik echt van Five Island doorkijken. Maar ik ben nu bezig met Huntix Hunter Rewards en zo. Ik ga denk ik zo even lunchen, want ik heb best wel honger. Zeg jullie altijd honger of trek, mensen. Fucking random... Random thought. We zijn in de office. Niemand Alvin. Is hier, like... Alvin? Are you okay? Hij ziet er nu redelijk clean uit. Alleen hij moet helemaal onder het bloed zitten. Ik weet niet wat er gaan is deze episode, mensen. Het is alleen maar glitches. Hij moet eigenlijk onder het bloed zitten. Maar nu is hij helemaal clean, dus. Alsof er niks aan de hand is, maar... Hallo, ik moet Alvin meenemen, toch? Oké, look at speakers aan. Ik wil ook graag een fruitje meenemen als dat kan. Oké, moet ik dan iets zeggen? Turn maximum volume. Die mensen gaan nu echt denken, what the fuck. What's wrong? Oeh, big brain. Use. Er zit geen cd in, dat is het. Ik wou dat mensen het connected to death. No, where are they? Kutzooi. Ik kan niet gewoon in de microfoon roepen, maar dat werkt waarschijnlijk niet. Hey, spoiler. Cassette tape. Oeh, die cassette tape willen kijken. Misschien is het nog zo'n dokter. Niet spoiler, maar dat is een throwback naar seizoen 1. Walking Dead, ja. Doe het nu. Ik ga echt fucking hard schrikken ineens. Iedereen gaat nu denken, what the fuck is going on? Bonnie denkt dat Bonnie gaat gelijk loeszoen. Oké, later houden. Kijk, ineens komt Alvin hier al. Alvin, fucka bro. Ik ben nu ineens wakker. What did they do to you? What did they do to you, Alvin? Alvin, please. Waarom zit hij niet onder het bloed? Dat is zo raar. Carver talks all that tough guy shit. Then keeps the tiniest gun in the universe. Something funny about that. Ja, wat zit in die zak? Fucking random. Alvin. Kom maar. Oké, al deze mensen gaan boos. Oké. Ze gaan naar zijn office. Tuurlijk. Like... We have to go. We have to go. Nu. Elvin. But you are gone. I mean to get some payback. No. Nee, Elvin. We're all leaving. Elvin, ik wil dat je meegaat, broeder. I've run out of road. Elvin gaat dood. But no, I'll just go up there and shut that thing off. Oh shit, wie de fuck is dat? He'll be here any second. Nee. Thank you. Thank you. Oh, we gaan gewoon loose. Ik had geen eens een keus. Je hebt het verkeerd. Rip Alvin, ouwe. En daar gaat hij. Alvin, mijn broeder. Rip. Alvin was helemaal naar de kloten. Geslagen door die kutcarver. Ja, de herd. Laten we weggaan, alsjeblieft. Ze komen eraan. Holy shit, ouwe. Jij bent echt zo blind nog steeds. Oh god, ze zijn al aan het schieten en zo. Volgens mij hoorde ik daar een gunshot. Maar... Mensen, dus ik ga even lunchen. Alleen, ik weet niet hoe lang deze episode nog duurt. Ik denk nog redelijk lang, ja. Oh, Bonnie staat er ook bij. Hey, fucker, bro.
dog shit group of crippled fucks, then fine. Be my guest. Hey, fuck up, bro. But I will put a bullet in you and... Nee, dat gaan we niet doen. Fuck jou, Carver. Hoppa. Waar is je gun nou? Get back. Get the fuck away. Oké, Carver, nu ben je de lul. Hoe komen we aan die weapons allemaal? This ain't none of your business. Waarom gaat hij ook in zijn eentje hierheen? Why isn't Alvin with you? Where is he? Alvin is dood. Sorry. Rip Alvin. Alvin. Mike heeft Alvin nooit ontmoet. Rebecca, oh god, I am so sorry. Kill him. Kill Carver, ja. Rebecca, Rebecca, sweetie. Hey, rustig, rustig. How did we get here, you and me? Deze guy is toch de klootzak? This fuck is jou. Just a bit of a custody battle we got on our hands here. Shoot him. Come let's on. Go. Let's go. But what do we do with... Ah, fuck deze guy. In zijn knie. Easy win. In zijn knie. Ah. Hey bro, hij heeft hem nog niet gekilled. To be honest. Maar Kenny is boos, ja. Hij heeft nog steeds een gun, mensen. Moeten we dit misschien niet van hem afpakken? Ik bedoel, hij kan zo met zijn hand in een... Ik bedoel, waarschijnlijk wordt hij dan doodgeschoten. Maar alsnog lijkt het bijna handig om die gun te pakken. Oh god. Deze Kenny gaat hem helemaal naar de tering rammen. Met de koevoet. We have to go. Kenny, please. Kenny. Hé, hey, later al. Wij gaan alvast naar buiten. I only need a minute. A minute? Go on. Carver. You don't need to see this. That girl's already seen more than you can imagine. Shut your mouth, Bill. Back out, Carver. You're all just gonna let him do this? Yes. There ain't one part of that son of a bitch I don't hate, but that does not make this right. Inderdaad, we kunnen hem gewoon... Please, don't do this. We kunnen hem gewoon doodschieten. It's gotta be done, Clem. Hoezo? Schiet hem gewoon door zijn kopje dan. Oké, nou... Fucking ingrates. Ingrates? I don't even know how good you got it. Ja, nou, niet. Laten we wat voedsel meenemen ofzo. Kijk hoe fucking veel shits hier hebben. Holy tieten. Right. En dat gaat nu allemaal naar de kloten. Ik bedoel, die hurt ze sowieso al neuken. Oké, later hoor. Wat de fuck doe jij? Shepard, dat ben ik! Clemmy. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Come on, Clem. Fucking big man, huh? Go with Sarita, fuck jou. Oh, fuck jou, Carver. On, Clementine. Don't be like that. Nee. Don't run away. Nee, you nee, nee. You wanna see the show. Nee, fuck off. Who do you think you're fooling, huh? I know you. I waar know heb jij het are. Over? Clementine kijkt ook echt zo van... Yeah, go on. Een soort Heisenberg. We'll see how long that lasts. Rebecca blijft. You won't see anything. That's funny. Coming from you. Oh, gedist. Roasted. How's that eye? Just follow my voice. Wow. We'll get you there. Deze guy. Kenneth. You got a big fucking skull, Kenneth. Misschien is dat zijn officiële naam. Your misery right then. Ja. Now look at you. You're a mess. Hey, later, Carver. Oeh, je ziet het niet. Ik ga niet stelen, ouwe. Nee, Clementine. Clementine is wel wat gewend, maar dat betekent niet dat ze unnecessary violence moet zien voor geen reden, lijkt me. Wat van. Maar ja, verder is mensen. Holy shit, deze aflevering gaat wel heel lang. Volgens mij is deze ook al 20 minuten en de vorige was 30 minuten. Maar ik wil gewoon even deze episode afmaken. Ik kon er eigenlijk 3 episodes van maken. Maar hey, fuck it, ik ga weg. Zoveel walkers zijn eigenlijk niet. Gaan we even opschieten, jongens, want... Ah, oh, deze guy, je hoort hem. Daar gaat Carver. The Kenny I know in there. I wish I thought I could save him. I could save him, arme Saria. Oh, hij is nu al terug. No, I'm all right. Come on. We got enough to worry about. Hij gaat gewoon gelijk loose, man, fuck it, bro. We're never gonna make it through this. Shit, ouwe. You kid me? If Clem can handle it, you can. Clem, wie zegt dat ik het kan handelen? I thought they were coming from the south. Nee. They did. Looks like we're in the eye of it now. Oké, wat gaan we doen? This is fucked. Wat is het plan? I'm gonna need something. Thanks, ouwe. Ik weet niet hoe je daar hebt gekomen, maar for some reason is Clementine de enige die deze walker uitschakelt. Like, what the actual fuck? Doe even R2, Clementine. Instant death. Ah, Sarah kijkt ook zo van ja. Waar is mijn bro Reggie? Misschien loopt hij hier nog ergens. You guys better hurry up and get to smearing if you want to live. Fucking nasty. Or you can die here. It doesn't matter to me. Okay, Jane, je bent een beetje een klootzak. Oh. Ja, Jane, ik doe het toch al, chickie. Pick up. You're gonna put that on yourself? Ja, daar gaat mijn vest. Rip, Bonnie. Kom op.
Moet het overleven. Smeer een dingetje. Ah, ik kan het geen eens voorstellen hoe nasty dit is. Smells gross. Just like your mother's pussy. Everybody shut up. Okay, waar slaat het op? Stay still. Jongen, Jane. Are you sure? Ja. I'm sure. There's nothing to fear if you remain calm. Blijf kalm. Oké, rustig al. Oké. Hurry the fuck up. Hey, Jane. Get your back. Ik haat die Jane, mijn fucking klootzak. Doe even normaal, Jane. We ain't got all day here. Everybody ready? They're almost on us. What in the actual fuck is going on here? Oh, Troy. What is this sick shit? Someone say something before I start. Hey. Don't you even fucking think about it, motherfucker. Rustig, bro. I will end you, you hear me? Maar dan ga je dood door de zombies, hè? Dat weet je. Troy. Hey, fuck up, Troy. Troy, bro. Troy, we talked about this. Did we? What the fuck you talking about? Echt? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. Hij wil seks. I thought you'd get out of the pen. Not whatever the fuck this shit is. I did. We moeten Lusu gaan. But now we can leave. Hey, die zombies lopen langs ons. Hey, Rebecca's gezin. Oh, laat maar. Dit is zo pijnlijk. Well, spoiler. Troy. Where would we go? We moeten gewoon away weg. From here. Together. Deze Jane is fucked man, up. You smell really bad. You gotta get a bath before we. Come on. Don't make any noise. Got it? They might hear something they don't like. What the fuck? For fuck's sake. Oké, later Troy. Daar gaat ze lul. Ik weet niet of die dit verdiende, die Troy. Holy tering, dat is brutal, ouwe. Dat is brutal. Ik bedoel, hij was wel een afleiding. Oké, Sarah is helemaal gek. Is een soort van pokerface. Kan ik ook sneller lopen? Nee, dat kan niet. Is dat Tavia? Tavia? Ja, I don't care. Oh shit, al deze remmende mensen. Zijn nog voor de deze character? Volgens mij was dat Eddie, of niet? Oké, ik ga weghouden. Oké, blijf rustig houden, blijf rustig. Hé, zombie is niet tegen me aanlopen, die bitch. Ik ben een main character, dus ik ga toch niet dood. En nu is het fucked up. Ik ben een bro. Is oh. Carlos. Oh shit, Sarita kijkt af van wat de fuck. Oké. Carlos is dood. Run, run gewoon. Ga Lusu. Nu. Ze gaat weg. Laat Sarah. Als jij even oppast, mevrouw. Rotte jij. Wat komt? Oh shit, pas toch op. Clementine, hoe overleef je dit? Dikke plothammer. Ik ga niet dood hier ook. Mevrouw. Kijk dat. Hoppa, double kill. Keuze. Sarita is gebeten. Ga je de hand afchoppen of ga je de zombie choppen? Dat is de keuze. Hij heeft wel een good bite, ja. Oh god, ze kijkt ook zo van wat de fuck moet ik doen. Ik heb een keuze. Oké, Sarita. Niet schreeuwen alsjeblieft. Leuk muziekje. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Als je het een leuke video van laat aan de beladen hebt, heb je hem gehad. Abonneer het kanaal naar beneden. Comment het kanaal naar beneden. Episode 3 in Harm's Way is over. Ik heb Sarita de zombie gechopt. Ik ga zo even kijken voor wat ik heb voor mijn slag. Help Sarah with George Ewan. 50% help Sarah. 50-50. Top boeien erbij. Oh, 36%. Try to speak up. Oké, 1/3. Dat is wel heel precies. Left for Sarita. Ook 50-50. Dat snap ik niet echt. Kilt de zombie, de bits, ja, 43-57. Dit zijn mijn keuzes, mensen. En we gaan nu verder met episode 4 mei. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Als je een leuke video vond, laat dan een duimpje omhoog achter. Abonneer de kanaal naar beneden, comment de kanaal naar beneden. Deze aflevering en de vorige aflevering zijn op dezelfde dag opgenomen achter elkaar. Het is fucking heet, mensen. Ik heb verteld over een beetje Minecraft. Ik heb verteld over Hunter. Ik ben weer beter. Ik leef nog steeds. Het gaat al iets beter. Het wordt fucking warm. En voor de rest heb ik niks meer te zeggen, ja. Kan. What the fuck? Daar schrik ik van, Sarita.
Ik ga gelijk weg. Hey, later. Maar in ieder geval, deze afleveringen zijn dus heel lang. But it is what it is. Hij is dus een beetje raar geknipt. Sorry voor, maar ja, dat moet maar even. Verder is title screen. Firewatch is nog steeds fuck. Clash Royale kan ik niet meer op. Ik heb een nieuw game gedaan op Geometry Dash. Wat redelijk leuk is, ja. Professor Layton en de Miracle Mask moet er nog een beetje verder mee spelen. En verder is toetsweek leren eigenlijk wat ik nu doe. En ja, dat was het, mensen. Ik leef nog. En een lusje partijtje. Wat ik heb gehad. Was redelijk gezellig. Kom op, schiet op. En ik heb wat random Game of Thrones clips gekeken. Wat Breaking Bad clips. Gewoon wat random shit op YouTube. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Rip Elvin, rip Carlos. Later. En rip Troy. Salut.